Gert en Sergio hebben de menus van de finalisten tot in detail doorgesproken. We willen ze nog sterker maken dan ze al zijn. Dus ik ga me bewust bezighouden met hetgeen dat ik weet van... Dit zijn de zwakke punten van Stefanie en dat is vlees te koer. Stefanie is niet op de hoogte van de komst van Gert. Ondertussen is Sergio onderweg naar Bram. Ik had zijn menu gezien en het was een zeer complex menu. En ik dacht bij mezelf, oké, Bram kennende, die gaat ze naar je voorbij lopen. Dat gaat niet lukken. Wat gaan we doen? Godverdomme. Best jongen. Goed, dat is echt goed. Kom binnen. Kan je niet verwacht. Kom hier een mentaal coaching geven. Ja, merci. Godverdomme. Laat ze ophebberen. Ja. Quest uit. Hoe is het? Hallo, goed. Kom een keer kijken naar je doet. Ach, kom binnen. En? Volop bezig? Ja, volop bezig. Ik heb juist een spoem al voor heel mijn keuken gespoten. Oei. Ja. Hey, Simeon. Ja, ik kom voor een stukje vlees hebben voor u. Oké, perfect. Zal van ook, hè? Dat is nog open. Ja, ik heb juist allemaal opgekomen. Ik heb een technisch vraagje van mijn spoeman. Dus die smaakt goed, maar de technische uitvoering ervan. Dat is het, hè? Van mijn kant. Maar ik ga hem niet spuiten, want dat had is eruit. Ja, maar dat is veel te dik. Ja. Normaal moet je zien, als je zoiets maakt, moet je 500 gram aardappelen doen ongeveer. Ja. Maar hoe ver gegaard? Ik hou die altijd in de pel, uithalen. Ja. Dan, laat ons zeggen, een 200 gram gevulde bouillon. Ja, of melk, vloeistof, vocht. Ja, op 500 gram aardappel. Ja, ongeveer. Hè. Ja. En dan, denk ik, laat ik zeggen, 2 deciliter room. Ja. En dan nog, voor dat wat fluweliger te maken, nog een 70 gram olijfolie of zoiets. Ah ja, oké. Toen ik ben altijd dat jij bij mij staat. Kijk, weet je wie dat is? Dat mooi, we moeten zoeken als zus. Ja, dat is mijn vrouw, Freya. Hallo. Welkom eens wel. Leuk van u te zien. Amuses, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Schitterend. Lammetje, hè? Typisch Bram, weet je wel. Een lammetje getekend, een citroen. Echt super kunstzinnig neergezet zo. Maar als je natuurlijk dan die papieren gaat bekijken, dan is het een explosie van verschillende smaken die eigenlijk er niet toe doen. Je kan beter sober houden en focussen op misschien 1 of 2 groentes. Ja. Misschien 3. Je moet je er niet in verslikken.